lang verwachte boek over de Ipperse Centrale Brouwerij. Ik ga u deze avond meenemen doorheen het verhaal. Ik ga er geen uurlange exposé van maken. Ik zou zeggen, na de rit, koop er eentje. Dat is wel heel leuk om u rond deze periode in te kunnen gaan verdiepen. Inderdaad, de Centrale Brouwerij. U ziet hier Madame Doorn een heel mooi briefhoofd staan. Hè, dus die eigenlijk al een klein beetje Madame Doorn het gebouw gaat weergeven. U ziet staan Ipperse Centrale Brouwerij tot 1961. Maar u ziet ook Madame Doorn staan Brouwerij Roodberg. Hè. Er is dan ook een naamsverandering. Vrijdag 15 december stelde Chris van de Wallen het herdenkingsboek over de Ipperse Centrale Brouwerij voor in het Godmuseum te Poperingen. Chris is naast brouwer-historicus ook brouwer-eigenaar van de seizoensbrouwerij te Loreningen. Dit hardcoverboek telt 200 pagina's en is voorzien van evenveel foto's en illustraties. Dit boek kwam tot stand in nauwe samenwerking met verschillende diensten van Stad Ieper. Gelijktijdig met de boeklancering opende de Poperingse schepen van cultuur Loes van Dromme de tentoonstelling Ieper van het Vat. De tentoonstelling zet voornamelijk de periode 1850 tot 1980 in de kijker. Aan de hand van archiefdocumenten en objecten, zoals oude foto's, veldjes, affiches, verken je het rijke verleden van de lokale brouwerijen en de biercultuur. Zo zie je maar dat Ieper en Poperingen wel degelijk samen leven in de brouwerij kunnen brengen. De expo loopt tot 7 januari in het Godmuseum te Poperingen. We hebben het boek over de Centrale Brouwerij van Ieper of de Brouwerij Roodberg eigenlijk samengesteld naar aanleiding van een project Ieper van het Vat. En het is heel leuk dat deze brouwerij in het jaar 21 is opgericht om eigenlijk de lage gisting te gaan promoten in onze regio, in onze Westhoekregio. Die brouwerij was in werking tot 1976 en heeft eigenlijk mooie, voortreffelijke bieren op de markt gebracht. Hè. Waaronder eigenlijk het bekende bier de Roodberg Pils, die vanaf 1947 eigenlijk wel iets is die op de markt is gekomen, die toch wel een hele mooie naam heeft gekend. Dus de Roodberg Pils en de Roodberg Brouwerij was eigenlijk een brouwerij die er was voor de mensen van de omgeving en heeft eigenlijk de bieren kunnen verdelen van de stad Ieper tot en met de kust over het Geuveland. Kortom, het was eigenlijk een heel mooi product uit onze regio. Heel wat bekenden uit de brouwerijwereld waren aanwezig. Philippe Leroy van Leroy Breweries uit Boezingen, biersommelier Sophie van Rafelgem, hoppenboer Joris Cambi en het bestuur van de Poperingse Bierproeversgenootschap. Het boek van de Centrale Brouwerij is eigenlijk wel een echt uniek exemplaar. We hebben er 400 laten drukken en als je er nog eentje wenst, wel, dan contacteer je best het Stadsarchief in Ieper. Dus allemaal naar Stadsarchief Ieper om het boek aan te kopen.